Nou, ik ben Sien van Leeuwen. Ik ben agrarisch ondernemer, zoals ze dat tegenwoordig heten. En actief in de melkveehouderij. We hebben hier een melkveebedrijf met een 130 melkkoeien. En bijbehorend jongvee. En daarnaast doen we nog heel veel nevenactiviteiten. Met een automatenwinkel met melk, kaas, ijs en vleesverkoop. Ja, we hebben ook energieproductie. En dat is ook de reden waarom we nu hier zijn. We hebben naast zonnepanelen nu ook een kleine windmolen. Die je hier op de achtergrond ziet draaien. En in alle regen en weer en wind blijft hij gewoon zijn werk doen. Dus dat is wel heel prettig. Nou, het idee is eigenlijk al veel langer geboren. We moeten allemaal een stukje verduurzamen. En stroomproductie is natuurlijk één ding erin. Zonnepanelen, die hebben we al. Alleen het dak is nog groot genoeg om meer zonnepanelen te plaatsen. Alleen de aansluiting is niet groot genoeg. Als de zon heel veel schijnt, dan kennen we net al de stroomproductie kwijt. En naar de toekomst toe wordt het steeds lastiger waarschijnlijk. En onze aansluiting zou wel vergroot kunnen worden. Alleen nu kunnen we nog salderen. Zoals de meeste consumenten dat ook allemaal kunnen doen met energieproductie. Alleen naar de toekomst toe wordt dat ook afgebouwd vanaf 2026, meen ik. En dan versneld. En dan, past windenergie eigenlijk beter. Dan heb je ook je eigen stroom zonder te hoeven of te kunnen salderen naar de toekomst toe. Nou, dat is nog een heel dingetje. Zeker in gemeentes waar eigenlijk geen beleid is. In de provincie Zuid-Holland is sowieso beleid dat eigenlijk een stukje energieproductie mogelijk gemaakt moet zijn. Zowel met zon als met wind. Want de provincies eisen van de gemeentes dat ze tegen 2050 energie neutraal zijn. En ook vanuit de landelijke overheid bedrijven die meer dan 50.000 kilowattuur aan stroom verbruiken, moeten ook een energiebesparende plan indienen om energiebesparing te kunnen doen. Nou goed, wij willen dat met ook met windenergie opvullen. Alleen dat bleek lastig binnen de gemeente. En uiteindelijk, ik heb gewoon de stoute schoenen aangepakt om via het OLO, zeg maar, het loket, een vergunningsaanvraag in te dienen om zo'n windmolen te plaatsen. En dan buiten het omgevingswet tegenwoordig om. Dan kun je voor een vrijstelling aanvragen. Die hebben we dan dus gekregen. Voor maximaal 10 jaar is dat. Maar dat is een beetje voorschrijdend op de wetgeving die gaat komen. Waar ook onze gemeente Nissewaard en gemeente Voornaamzee zal er ook naartoe gaan. Als ze weer een nieuw bestemmingsplan gaan schrijven. Dat komt nu in de omgevingswet. Dan zal dit soort dingen ook mogelijk zijn, vermoed ik. Omdat dat ook de wens is van de provincie en de landelijke overheid. Voordat we de aanvraag echt ingediend hebben, ben ik ook bij die directe buren langs geweest. Heb ik het plan voorgelegd dat wij voornemens waren om een windmolen te plaatsen. Om ook in moeilijkere tijden stroom op te wekken. En moeilijkere tijden zijn eigenlijk de tijden zeg maar in de winter en in de nacht. Want dan doen de zonnepanelen het niet. Zodat we toch onze eigen stroom hebben. En de buurt die vonden dat een mooi idee. En ook het feit, als er echt wat is met onverhoopte slagschaduw of iets, dan kunnen we de molen altijd tijdelijk even stilzetten. Dat hoeft niet handmatig, maar dat kan gewoon ingeprogrammeerd worden in de computer, zodat het ook daadwerkelijk gebeurt. Meer energie is voorlopig niet nodig, want we hebben het echt voor ons eigen gebruik. En, we hebben nu nog weer wat ruimte over. Mochten we in de toekomst nog eens een keer richting meer elektrificatie gaan van machines. Eventueel een elektrische showvol of een trekker. Dan hebben we nog genoeg ruimte om dat te doen. En dan kunnen er wellicht misschien nog weer wat meer zonnepanelen bij. Of een tweede windmolen. Maar dat zal waarschijnlijk wel richting zonnepanelen gaan. En zo'n batterij eigenlijk. Hè, een accu. Die worden tegenwoordig ook steeds beter en goedkoper. En als we over 5 jaar weer zijn. Dan is de techniek zoveel verder. Dan zal dat de volgende stap al zijn, vermoed ik.